Hallo allemaal. Fijn dat jullie weer kijken naar een vlog van Leerbaar en Weerbaar. En vandaag hebben we het thema verdrietig. Maar wat is nu eigenlijk verdrietig? Je voelt je bedroefd of je bent treurig omdat er iets ergs of iets vervelends is gebeurd. Maar hoe kan je nu zien dat iemand bijvoorbeeld verdrietig is? Er zijn mensen die huilen en dat kan je dan zien aan de buitenkant. Maar soms kan je het niet altijd zien aan de buitenkant. Maar zijn mensen bijvoorbeeld stil of trekken zich terug? Ben jij wel eens verdrietig? En waarom word je dan verdrietig? Kan je dat ook benoemen? En wat... En wat doe je dan? En ja, ook ik was van de week nog verdrietig. Het weekend zou mijn zusje haar verjaardag vieren, maar deze ging niet door. Er zouden dan te veel mensen bij elkaar zijn. Eigenlijk best wel jammer, want ik had eigenlijk wel zin in een feestje. Maar wel beter. Ook al voelt dat anders en was ik een beetje verdrietig. Maar is het nu wel het beste. Gelukkig heb ik haar nog wel even gebeld. En heb ik haar gesproken en heb ik haar kunnen feliciteren met de verjaardag. En nou, als alles achter de rug is, gaan we gelukkig toch nog een feestje vieren. Ik ben verdrietig omdat er mensen ziek zijn. Maar ik voel me eigenlijk ook wel een beetje verdrietig, omdat ik niet meer zomaar bij iedereen op bezoek kan. En dat is best lastig. En wat doe ik dan? Nou, op mijn mobiel heb ik muziek staan. Dus dan zet ik een muziekje op waar ik vrolijk van word. En weet je van welke muziek ik blij word? Van Whitney Houston met Dance with Somebody. Als ik dit nummer hoor, kan ik niet stil blijven zitten. Dan moet ik even bewegen. Luister maar, misschien herken jij het nummer ook. En wat vond je van het nummer? Moest je ook bewegen? Kon je ook niet stil blijven zitten? En eigenlijk ben ik wel heel erg benieuwd van welke muziek jullie blij worden. En welke muziek jullie opzetten als je verdrietig bent. En ook dat kan je weer sturen naar de mail van Leerbaar en Weerbaar @philadelphia.nl. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal sturen van muziek waar je dan blij van wordt. Ik ga bellen met mijn familie of met mijn vrienden om even bij te kletsen op die manier. Ik kan ook beeldbellen. Dus dan zie ik iemand ook even in levende lijven en dan word ik weer vrolijk. En dan voel ik me eigenlijk wel weer goed. Maar soms kan je ook verdrietig blijven en dat is ook goed. Maar kijk of je met iemand erover kan praten. Bijvoorbeeld met de begeleiding of met familie, door te bellen. Maar deel het wel als je je verdrietig voelt. Want het is wel een heel naar en vervelend gevoel. Nou, ik wens jullie heel veel succes. En als jullie nog tips hebben wat je kan doen als je je verdrietig voelt, dan kan je mailen naar de Leerbaar Weerbaar mail. Dat is leerbaar en weerbaar @philadelphia.nl. Ik ben heel benieuwd wat jullie doen als jullie verdrietig zijn. Dank jullie wel en tot de volgende keer.